Bij de oude suikerfabriek aan de Marrikade in Breda zijn woensdagmorgen drie grote delen van een megatank op transport gezet. De tank komt donderdag aan bij de suikerfabriek van Stamperschat. Daar wordt het gevaarte met een doorsnee van 14 meter en een inhoud van 1800 kubieke meter opgebouwd. Onderweg moeten de tankdelen over een brug en een sluis worden getakeld.